Marciano, jeetje Mina, ja, je moest ook echt even net naar de zijkant lopen, want dit vieren, dit is ongelooflijk, hè? Ja. We zeggen wel, we gaan onverdor... we gaan door, maar op een gegeven moment heb je ook twijfels. En, maar hier kampioen worden is uiteindelijk gewoon het mooiste. En, we hebben zo hard gestreden, zoveel tegenslagen gehad dit jaar. En ik vind persoonlijk dat we hem echt hebben verdiend. En deze wedstrijd had alles, hè, om een kampioenswedstrijd te zijn, behalve goals. Ja, het was een dramatische pot, denk ik. Die gast schieten nog op de paal, 2 minuten voor tijd. En het was gewoon één grote roes. Eén grote roes. Ik ben zo blij dat we het hebben kunnen doen voor... Ik krijg een brok in mijn keel voor Sander Molenaar, voor zijn vader, voor zijn familie. Voor Dick, die in Amerika zit. Voor iedereen, voor de supporters die het zo hard hebben gehad. En voor ons, uiteindelijk ook voor onszelf. Maar dit Dick Schreuder natuurlijk inderdaad, ook Sander Molenaar. Dit is wel wat jullie moesten doen, hè? Ja, nee, tuurlijk. Voor Dick, wat ik zeg, voor Sander. Je weet dat je het moet, alleen dan komt er zoveel druk bij kijken. En speelrondes, achter speelrondes sta je bovenaan en iedereen zegt maar je wordt het. En ja, we zijn het en dat is het belangrijkste. Gelukkig, 2 wedstrijden gehad waarin jullie bijna bezweken en nu niet. Nee. Ja, je zegt het. Ja, je zegt het. Het maakt allemaal echt geen ene reet meer uit. We hebben hem, dat is het belangrijkste. Niet ervan, dankjewel.